Allereerst, Kelly, ja, je had al 4 medailles in je kast hangen of op je zolderkamer, ik weet niet waar je ze neerlegt. Maar je had 2 bronzen, 2 zilveren en nu een mooie gouden daar. Ja, is het al een beetje doorgedrongen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ook tijdens de wedstrijd, het was zo'n rollercoaster van emoties. En ja, die laatste secondes, ik was eigenlijk al bezig met de verlenging. Want bij die laatste bal dacht ik, ja, het is of we verliezen hem of we gaan verlengen. En dan gebeurt er zoiets raars. En ja, toen besefte ik het al niet en nu helemaal, ja, nog steeds niet. En ik heb de beelden ook nog niet teruggekeken, dus ik besef het nog steeds niet. Vooral, want natuurlijk voorafgaand aan het toernooi, er wordt altijd gesproken over verwachtingen en zo. En die lagen dit jaar toch iets lager. Hoe verklaar je dan toch dat jullie toch de kracht hebben weten te vinden om het nu wel net uit te persen? Nou ja, we hebben natuurlijk niet een super goed toernooi gespeeld. We hebben ook hele slechte wedstrijden gespeeld. En ik denk dat is wel typisch ons toernooi geweest. Hele hoge ups en hele erge downs ook. We hebben topwedstrijden gespeeld tegen Noorwegen, tegen Zuid-Korea, tegen Rusland. En dat we dan precies de goede wedstrijden winnen op het goede moment is natuurlijk top. En dat komt allemaal omdat we gewoon een supergoed team zijn. Natuurlijk de afgelopen jaren veel brons gepakt, veel zilver, elke keer net niet. Maakte dat dan die ontlading ook net iets groter aan het einde? Ik zag bij jou bijvoorbeeld zelfs tranen aan het einde, dat de ontlading net iets groter maakt van juist nu eindelijk een keer wel. Ja, natuurlijk. Je hikt er al heel tijd tegenaan. Je hebt brons, zilver en dan kom je nu weer in die halve finale en dan ben je weer zo dichtbij. En dan is er denk ik wel zo'n grote motivatie in de ploeg dat we nu eindelijk een keer die gouden medaille willen winnen. En op het einde, ik wist gewoon niet meer wat ik moest denken. Daarom kwamen die tranen, denk ik. Ik weet het ook niet meer zo goed wat er allemaal gebeurde. Dus de ontlading was zeker groot. Dan kom je hier aan op Schiphol, veel familie, vrienden, fans. Wederom maken jullie wat los. Hè? Het was 4 jaar geleden met die eerste medaille en nu met de gouden medaille. De handbalgekte lijkt maar toe te nemen. Ja, precies. We schrijven nu natuurlijk weer een story. Toen ook en nu weer. En ik had het wel verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn. Het is natuurlijk super vroeg, maar ik heb geen gevoel meer van tijd. Ik heb echt helemaal die jetlag en we hebben natuurlijk niet geslapen na die finale. Ja, geweldig. Ik wil net zeggen, hoeveel uur ben je nu al wakker ongeveer, denk je? We zijn eerst naar Seoul gevlogen. Daar hebben we nog wel even in een hotel kunnen verslapen. En daarna hebben we nog een vlucht van 11 uur gehad. Daar heb ik niet echt geslapen. Dus ik denk dat ik wel meer dan 12 uur wakker ben nu. Die mooie gouden medaille, die houd je dan wakker? Ja, dat is zeker waard. Wat dan verder? Hè? Ik bedoel, je bent nog steeds pas 25. Je hebt toch nu al 5 medailles in de kast hangen. Ja, er is er nog eentje die dan ontbreekt natuurlijk van 1 toernooi. En daar ben je nu voor geplaatst. De Olympische Spelen, ja. Nou ja, we gaan natuurlijk gewoon verder bouwen en kijken hoe het gaat dadelijk op de Olympische Spelen. En hopelijk kunnen we daar ook een medaille pakken. En liefst goud. En dan ook voor jezelf nu. Ga je nu de komende dagen bij familie vooral verblijven en nog even ervan nagenieten? Ik heb nu vrij tot kerst, tot en met kerst. En een tweede kerstdag moet ik weer terug naar de club. Het is toch al wel weer vrij snel dan, dat je dus met de kerstdagen alle dagen thuis kan blijven. Ja, het is nou eenmaal zo. In Duitsland spelen ze tussen kerst en oud en nieuw. Het is zo. Moet maar. Tot die tijd lekker van die gouden medaille genieten. Ja, zeker. Even laten bezinken en dan alles terugkijken en ervan genieten.